staan hier nu voor de supermarkt. En we gaan het wel lekker halen, zodat we straks weer lekker verder kunnen reizen. Dit is de app. Wow! Wow, wat een schitterend effect! Wow, Noah, wij zijn de beste vloggers die er bestaan! Nee, ik kan het niet zeggen. Nou, dat je je vinger hebt gesneden. Ja, heel leuk! Oké. PV. Ja, dat weet ik nou ook niet. We zijn nu klaar met het derde uur. Ik ben hier met Noah. En hier is Noah. Noah gaat even wat zeggen. Hoi. Noah, wat wil je zeggen? Je moet even volgen op Instagram, @kleinenoahtje. Het staat in spiegelbeeld, maar maakt niet uit. Top staat nu ook in de beschrijving. Kleine Noahtje met de regelstreep, de laagste streep onder. Want dan krijg je heel veel volgers en geld. Oké, top. Hallo kijkers van Harm en Frodo. Hallo kijkers van Harm en Frodo. Welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik ben hier met Noah. Ik ben hier met Bram. En dit was onze vlog. Nee. Noah is terug in de vlog. Yeah, boys. Laatst zagen jullie die vlogtrailer. Wacht, nu is hij al. Wat als we een dubbele vlog doen? Ja, maar jij hebt al maanden niks geüpload. Yeah. Dubbele vlog, boys. Ik wacht echt tot je weer gaat uploaden, Noah. Wat moet ik uploaden dan? Vlogs. Vlogs? Vlogs. Zo, wat een geweldig. Hoe gaan we vrouw de vlog? Nee, hallo. Noah's Hambrink. Dit vlogs. Is een. Nee, nooit verticaal. Nee, nooit. Oh shit, precies. Ja. Nu is het deelschepen. Lekker CVS. Ja. Hashtag lekker. Dump het reten. Dubbele vlog. Oké, dit knip ik eruit. Waarom zo? Nee. Zo. Ja, wat doe je überhaupt hier bij een vlog? Kom eens even daarbij. Kom even zo. Nou, zo erbij. Hallo. Ja, nou, Noah is terug in de vlogs. Noah gaat jullie even zijn levensverhaal vertellen. Ik kreeg aardappeltyfus. En nee, ook niet schelden. Ik kreeg dus family friendly. Ja, ik kreeg de ziekte van aardappel. Oh ja, en, ja. En toen kwam ik weer terug op leven. Omdat je dood ging, kwam je terug op leven. Ja, ging dood. Bedoel je terug op aarde? Ja, aarde. Precies. Terug in het leven. En nu denkt hij dat soms dat ik een zombie ben, maar ik ben geen zombie. En dat is echt moeilijk om te leven in deze maatschappij als een zombie. Ja. Iedereen stem op de CDA, ze zijn van de C en de B en de A. Ik zou niet komen dan. Ik ga niet lekker op mezelf. Hey, oprot. Kom op, daar kan je toch gewoon een antwoord op geven. Kom dan. Nee, daar kan je toch gewoon een antwoord op geven. Dat is nog een normale vraag, toch? Oprot. Is toch een normale vraag? Kom op, Noah, dat is toch een normale vraag? Waar ben je? Nu sta je ook op de vlog, hè? Dat weet je. Dat vind ik leuk. Ik ben jou aan het bellen terwijl Harm me opneemt. Voor in zijn vlog. Is dat super leuk. Kijk, ga even. Dit is. Weet ik veel. Heb jij je theologie nooit geleerd of zo? Dit is Abraham. Dit is Mohammed. Nee, die hangt hier niet. Christelijke school, hè? Ik ben bij. Goed zo, Noah. Twee dagen geleden niet naar training. Omdat ik last van mijn tenen. Rustig. Yo, ik luister rapper boef. Ja, gooi even 3 disses naar mij. Ik had nog een disshack op mijn telefoon staan voor jou, omdat ik een dikke mongool was. En ik heb hem denk ik verwijderd. Ja, dat is jammer. Zeer jammer. Ik denk iets over dat je stinkt. Oh ja. Dat je schoenen van de Hoogvliet hebt. Van de Vibra zijn ze, maar ja, dat maakt verder niet uit. Ja. Yo. Goedemorgen kijkers van Harm en Frodo en welkom bij deze gloednieuwe vlog. Ik zou dit verwijderen, gewoon niet gebruiken. Het slaat ook helemaal nergens op, waarom zou je dit in je vlog? Ja, dat weet ik ook niet, maar ja, mensen willen gewoon jou nog even zien. Zullen we even een trucje doen? Ja. Ja, een beetje achteruit gaan. Zo, lit! We gaan even springen met de fiets, ja. Even spring zetten. Zo, lit! Ja, later man! Auw! Ik wil dat je hem precies daar knipt. Dat is leuk, dat je hem precies daar knipt, dat hij dan stopt. Maar dat komt sowieso in het intro nu, hè? Zeg maar precies als hij je hoofd raakt, dan is het nog net zo jouw ah, roepen. Ja, leuk. Waarom film je dit? Dit komt er niet in, want als ik het uitleg is het leuk.
Ja, maar dit komt dan later in de vlog weer in. Oh, hoe gaat het? Oh, ik weet niet of ik dit moet filmen voor de vlog. Ik weet niet, snel, kom. En nu schieten. Ga ik er helemaal uitknippen. Ja, dat denk ik dus ook. Dus ik, jawel. Gast, dat wordt sowieso verwijderd. Gast, nu moet ik ook nog bliepen. Krijgen die kijkers nu een enorm harde bliep. En dat vinden ze altijd heel irritant. Want dan zeggen ze altijd dat het volumeniveau niet goed genoeg is van die bliep. Deze bal staat het niet niks aan zien of zo. Oh, maar dan gaan we toch even zo staan of zo? Nee, maar dat is niet zo handig, want dan zie je andere mensen. Kom, we gaan wel zo staan. Hoi, wil je nog wat vertellen? Dat is best wel een standpunt. Ik dacht door de overheid. En de Bermuda-driehoek? Bermuda-driehoek bestaat niet. Alles is nep. Maar ook nep, het is gewoon een Nederland. Ja, die zie je niet. Die zie je niet. Oh, hier kunnen we heel even filmen. Snel, zeg iets leuks. Een zuurverdiende euro. Ja, en het onderwijs. Is dat links of is dat rechts? Rechtdoor. Ah. Ondertussen wordt hier een hele discussie gevoerd over... Ja, dit kan er toch niet in. Dan moet ik weer bliepen, weet je. De vorige keer heb ik er zo'n heel watermark in moeten zetten met... Dat kan ook niet. In Nederland moet je tegenwoordig zeggen... Oh, ik vind iedereen is gewoon geaccepteerd in dit land. Ja, maar dat is niet want, zo. Ja, dat is niet zo, maar dat zeggen we wel. Maar je zegt toch ook niet... Je moet niet altijd politiek correct te zijn, weet je. Nee, maar dat wordt tegenwoordig wel van ons verwacht. Wanneer heb jij voor het laatst geheld om iets wat in je privéleven is gebeurd? Hoe normaal ben jij op schaal van 1 tot 10? 2. Oh. Maar dan toen had ik het over deze school. Niet zelf het onderwijs. Oh ja. Dus, wat zou je zeggen tegen de onderwijsinspecteur? Kom hier een keertje langs en denk ook aan de rechten van de kinderen. Ja. Ben jij zo'n kind die rechten nodig heeft? Ja. Hoeveel rechten heb jij nodig per dag? Nou, 17 of zo. Als je twee... Als je twee zakjes chips kan kopen, kies je dan de linker of de rechter? Ik wil een lekker rechter. Yeah! Money! Ja, maar misschien vindt hij dat wel helemaal niet leuk. Gelukkig, hij heeft toestemming gegeven. Ja, Bram, ik heb je ervoor betaald, man. Stem FVD. Nee, dat ga ik ook weer bliepen gewoon. Nee, natuurlijk niet. Ik ben even een goede clickbait titel aan het bedenken, dus... misschien toen ik voor het laatst uit de boom viel en mijn been brak of zoiets. Je vloggen die monetize. Dat ik altijd, maar ja. Bram, wanneer heb jij voor het laatst geheld in rappen? Hij zit family unfriendly in mijn vlog. Family unfriendly. Snel, zeg een paar scheldwoorden. Doe nog eens wat je net deed? Nee, zit in mijn neus. Nee, het is goed zo. Top. Ga je? Fucking drone springen. Ja. Nee. Nee, dat kan niet in mijn vlog, hè? Dat kan niet. Ja. Hier in de vlog. Nee, kut vlog. Nee, het is een hele leuke vlog. Wacht op mij. Als je kijkt. Wie kijkt dit? Als de minister van Onderwijs dit kijkt. Ja? De school is overbodig. Mooi. Memes aan het kijken? Ja. Oké, okay, top. Zit op Insta. Ja. Vertel. Staat hij aan? Ja, ja, nu wel. Het onderwijs is niet links. Goedemorgen, kijkers van Harm Frodo. En ik snap niet hoe dat kan. Ja. Waarschijnlijk gaat... Ja, kijk, dit bedoel ik. Hoe kan daar water in komen? Hoe kan dat? Ik snap dat niet. Niet even niet filmen, dit is drugs.
Oh ja, natuurlijk.